Rita en haar vrienden strooien al voor de 31ste keer zand in CC de Adelberg. Het ontwerp voor dit 65 vierkante meter grote zandtapijt komt van de hand van stadstekenaar Bart Proost. Het onderwerp moest sowieso gaan over muziek. En dat speelde ook een klein beetje in het thema van de Euregio Parade. Daar komen harmonieën en zo spelen, mobiele harmonieën. En dus daar hebben we een klein beetje verder uitgewerkt. In die zin, daar zitten de 13 vaste instrumenten die je in zo'n harmonie terug zou vinden, die zitten nu ook allemaal in de tekening verwerkt. Oh ja, de chocoladebruin is dat zo. We kunnen ook zelfs wat tussen de figuren doen af en toe. Dat hoeft ook niet overal. Nee. Ik was al tevreden over de tekening, maar dat is natuurlijk mijn werk, hè, op kleinere schaal op voorhand. Maar nu dat ik het uitgewerkte resultaat zie, of bijna uitgewerkte resultaat op zandtapijt, ik vind het heel erg knap. Heel kleurrijk. Zo kleurrijk als ik het ontworpen had. Zelfs nog, denk ik, nog ietsje mooier, omdat ze hebben er heel mooi overlopen in kunnen steken. En de stripfiguren, want het is een stripstijl gemaakt, die komen heel erg mooi uit. Ja, we beginnen dus in principe met de tekening, maar dus die is dan gemaakt door Bart. En dan hebben we die dus moeten vergroten en dan zijn we de kleuren gaan maken. Dus gaan kiezen wat gaan we doen met de achtergrond, een beetje rustig houden voor de mannetjes goed laten uit te komen en zo. En dan neemt ieder van ons een manneke dat hij wil strooien en die maakt zelf zijn kleurtjes en zo groeit het tapijt. Ik doe dat eigenlijk wel heel graag, ik geniet er wel van. Ik word er ook heel rustig van. De meeste mensen zeggen van allee, daar word ik pas zenuwachtig van. Ja, en iemand die creatief bezig is, daarom moet je nog helemaal geen kunstenaar of dergelijke zijn. Maar die genieten ervan, van zo'n dingen te doen. En ja, die blijven er rustig onder, die denken aan niks. Die zijn dus echt met hun zand bezig dan. Iemand anders zal het met verf doen, dus jawel, ik doe het wel heel graag. Er stellen nog andere zandkunstenaars hun werken tentoon in de galerij van CC de Adelberg. Je kan de zandtapijtententoonstelling nog tot 26 augustus bezoeken tussen 2 en 5.